En ook ons live optreden, dat klonk ongeveer zo. Yo, welkom bij een nieuwe Bonkers Extra. En vandaag in ons midden de beste vloggende vader van Nederland. Dames en heren, laat je horen voor de vloggende vader! Maar vloggende vader, we kunnen je natuurlijk kennen van het Bonkers Friends Event en al het video's op Bonkers Extra en Bonkers. Maar wie ben je nou eigenlijk? Wat is de vloggende vader? Wie is de vloggende vader? De vloggende vader die vlogt over zijn leven. Ik vlog over mijn gezin, ik vlog over mijn kinderen. En heb je een hele leuke kinderen? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Van de brint in de ochtend tot aan de grote feesten die ik s'avonds organiseer. Want dat doe ik dus. Ja. Dat willen jullie ook mogen doen. Inderdaad, Pompop stage. Dat was neergezet door jou. Ja, dat was super vet om te mogen zien. Ja, vet hè? Ja. Echt heel leuk. Okay. Big band en zo. Ik heb echt van genoten. Wat is jouw hoogtepunt van dan? Ah, jullie opkomst. Ja? Ja. Geniaal. Ja. 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 Ik vind die spanning ook voor, van ons, hè, daarvoor. Ja, we stonden op een gegeven moment in een straatje verderop stonden wij te wachten. En toen hoorden wij al die mensen al juichen en schreeuwen en weet ik veel wat. Ja, ja, heel sick. Toen dacht ik, nou joh, echt super vet. Ja. Je hebt echt iets gemist als je er niet bij was. Ja, inderdaad. Ja. En ook ons live optreden, dat klonk ongeveer zo. Ja, op het moment zelf klonk het een stuk beter. 3, 2, 1, boom! Ja, het was wel heel vet om te doen. Toffe ervaring, unieke ervaring. Waarom zitten wij hier? Ja. Waarom zitten wij hier? Ja, dat zeg het maar, Jesper. Laat mij niet langer in spanning. Nee, ik laat jullie niet langer in spanning. De aftermovie is nu af. Maar... Hij is af. De aftermovie. Maar wij kunnen jou nu alvast een kleine teaser geven. Ja, ja. Die komt gaan we doen? Ja, komt ie. De kutbeelden, hè? Bedankt Sander. Sander heeft het nou eens gemaakt. Sander Overmeer, die was hiervoor cameraman bij Punks. Hij is ook mee geweest naar Sensation. Hij is nu zijn studie begonnen, maar hij had nog even tijd om af te hoeven te schieten. Nou, en wat voor een aftermovie. Heel dik geworden. Gruwelijk. En jullie kunnen hem zien. Precies. En wel over een uurtje. Over een uurtje op Punks. Op Punks. Om 5 uur op Punks. 5 uur, mensen. Maar wat kunnen ze in dat uurtje doen? Nou, ga even naar de video beschrijven, want dan vind je het kanaal van de vloggende vader. En ga even rondneuzen op zijn kanaal. Kijk even wat voor video's hij maakt. Het is echt heel erg vet. Dus even, je kent Enzo Knol, weet je wel. De jongeren, de jeugd en zo, bla bla bla. Maar deze man, hoe oud ben je eigenlijk, Martijn? Mag ik dat vragen? Leuke naam. Oude Knol. 44. Wil je nou zien hoe een man van 44 met zijn kids en. Want dat zijn dezelfde leeftijd als dat jullie hebben. Precies. Ga even kijken op zijn kanaal. Ja, zou ik het echt super vet. En dan over een uurtje op Bonkers, de aftermovie. Zie jou gewoon op Bonkers. Hoi! Hoi!